Ja, de start vindt dan dus hier plaats. En dan verdwijnen de renners eigenlijk hier onder de spoortunnel door. Richting Hooglanderveen, dus eigenlijk onder het station Vathorst. Ruim 6,8 kilometer is de afstand van het parcours dat de gemeente en de Stichting Wielerpromotie gisteren bekend maakten. Nico de Vries weet als parcoursadviseur precies waar je op moet letten. Op rotondes bijvoorbeeld. Rotondes dusdanig afgezet dat de renners eigenlijk geen vergissing kunnen maken. Want dat ze dus meest van de tijd aan de rechterzijde van de rotonde passeren. Maar tot zover de hulp van buitenaf. Het is een individuele sport. De mensen moeten het allemaal zelf doen. Ja, wielrennen is dus een hele mooie sport. De gemeente hoopt dat meer mensen zo enthousiast raken. En dan niet eens zozeer over het wielrennen. Promotie voor, en dat is uiteindelijk het hoofddoel, promotie voor het sporten zelf. Dus mensen daadwerkelijk ook aan het sporten te krijgen. Maar voor wie op 8 augustus even liever naar sport kijkt, is het advies. Op tijd zijn en dan kun je gewoon genieten van de hele sfeer om het hele wielrennen heen. Want het is een volkssport.